De derde maal in 10 jaar tijd is over de Rijn bij Arnhem een nieuwe brug geslagen. De eerste werd vernield op 10 mei 1940, de tweede in september 1944, een week voor de evacuatie van de stad. Nadat er officieus reeds sinds december van het vorig jaar gebruik van werd gemaakt, is de nieuwe brug nu door de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, de heer Harmsen, officieel geopend. De brug, die een belangrijke schakel is in de verbinding tussen Noord en Zuid, heeft met de opritten aan weerskanten een totale lengte van 700 meter. De rijweg is 12 meter breed en aan beide zijden is er een voet- en rijwielpad. De nieuwe overspanning is 100 meter lang. Met de officiële ingebruikneming van deze brug heeft Arnhem een nieuwe mijlpaal in zijn wederopbouw bereikt. In de eerste